is vandaag weer een nieuwe dag. Het is eventjes een tijdje geleden dat ik wat geüpload heb, omdat ik, er zijn dus wat dingetjes gebeurd. Ik zal het jullie straks allemaal vertellen, maar deze video beginnen wij hartstikke leuk, want er is zojuist een pakketje binnengekomen en ik weet begot niet wat erin zit en het is dus ook van een van jullie. En mijn vader had het meegenomen, dus we gaan kijken wat er in dit pakketje zit. Ik sta nu ook echt tegen mijn raam weer te praten. Oké, om dit cadeautje uit te pakken gaan we er eventjes bij zitten. Je kijkt nu echt van heel hoog naar mij, inderdaad. We gaan het natuurlijk openmaken door het touwtje kapot te trekken. Oké. Touwtjes eraf. En nu, het pakpapier. Wat gaat erin zitten? Ik zou het echt niet weten. Ho! 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 Wacht! Waarom lijkt het alsof het kapot is? Dadelijk ben ik zo'n god die dan dit cadeautje kapot gemaakt heeft. Oké, een van de slechtste dingen van mij is echt uitpakken van cadeautjes. Het inpakken kan ik trouwens ook niet. Maar er zit hier een brief en we hebben 2 cadeautjes gekregen. Oké, er staat dus hier zo in de brief die Yokoyo Mepio, dus die jongen die van die haatcomments video toen. Dat is echt een dikke walrus. Oké, ik heb het niet gezegd, hè? Ik ben niet degene die dit gezegd heeft. Dus ik mag dit gewoon nu vermelden. Oh, en er zitten Oreo's in. Er zitten Oreo's in. Ik vind het altijd hartstikke leuk natuurlijk als jullie me cadeautjes geven. Alleen het eten is soms misschien een beetje over datum. Maar dat komt ook omdat ik het dan niet op tijd uitpak. Ik heb trouwens daar ook nog een stapel fanmail liggen. Maar dat moet ik ook nog steeds uitpakken. Dus als je wil dat ik nog een fanmail video doe, laat het dan zeker achter. Oh, en besef eventjes dit. Besef eventjes het slechte nieuws wat ik heb. Op de een of andere manier, je kan het niet heel goed zien, maar er zit hier een barst in mijn swagway en ik weet niet hoe het komt. En dat vind ik zo zonde. Als er een barst op mijn swagway komt, dan doet dit ook pijn bij mij. In ieder geval, welkom dus weer bij een nieuwe video. Zoals je het al aan de titel had gezien of aan het begin wat ik had gezegd, is er dus iets gebeurd met mij waardoor ik de laatste dagen echt niet kon uploaden. Of zeg maar nergens zin in had. En ik had dus verdriet. Ja, verdriet. Het is een van de kutste emoties die je denk ik kan hebben in het leven. Verdriet. We hebben het allemaal wel eens. Het kan echt om verschillende redenen zijn of wat dan ook. We hebben allemaal wel eens verdriet. Wat ik dus had gedaan, ik had een Snapchat in mijn verhaal gezet. En daarbij had ik nogal redelijke traanogen. En mensen hadden screenshots genomen. En ik dacht, oké, het valt niet op dat ik traanogen heb. Maar het viel dus wel heel erg op. Sorry, was niet de bedoeling. Ik wil meestal niet echt triest overkomen of iets. Als er iets met me is, dan wil ik graag niet de aandacht daarover gaan zoeken. Maar verdriet heb je natuurlijk niet om zomaar iets. Er is altijd wel iets kuts wat er kan gebeuren in je leven. Of iets wat je meemaakt. Ik weet dat heel veel van mijn kijkers, tenminste ik lees heel vaak jullie brieven natuurlijk. En jullie lieve berichten die jullie naar mij sturen. Ook al antwoord ik niet altijd. Ik lees het echt heel vaak. En er zit altijd wel iets in dat er natuurlijk iets met je gebeurd is. Of wat dan ook. Of dat je iets meegemaakt hebt en dat... Ja... Iedereen heeft gewoon wel eens verdriet. En dat is gewoon heel kut. Ik had dat dus pas ook. Er is bij mij iets gebeurd wat ik zeg maar... Ja, wat mij echt pijn deed. Het is een beetje awkward om te vertellen wat er nou precies gebeurd is met mij. Maar het was zeg maar meer een combinatie van allerlei dingen. En daardoor zat ik er gewoon echt eventjes zwaar doorheen. En had ik gewoon nergens zin in. En was ik, ja... aan het huilen. En nu denk je van, haha, Gio, echt gay, je held. Haha, een jongen die held. Ja, ha, lachen. Het is niet raar om als jongen te huilen of om je emoties te tonen. Dat is juist veel stoerder dan dat je het altijd opkropt. Terwijl ik juist iemand ben die meestal altijd mijn emoties gewoon van binnen houdt. En dat ik niks toon aan de buitenwereld. En altijd gewoon met een lach of een serieus gezicht het leven inga. En ik ben meer een persoon die eigenlijk altijd mijn gevoelens zeg maar binnenhoudt en nooit het echt naar buiten toont. Behalve natuurlijk in mijn YouTube video's, want dan kan ik doen wat ik wil omdat ik alleen ben. Maar als ik dan met andere mensen ben, dan hou ik het meestal in me. Het is moeilijk om te tonen. Dat heet een binnenvetter, zo kan je het ook wel noemen. Heb ik ooit gehoord. Ik ben ook zo'n persoon die op YouTube echt enorm veel praat. En in het echt ben ik gewoon soms redelijk stil. En dan zit ik er maar een beetje bij. En ja, dan ben ik helemaal niet zo heel druk als dat ik doe in mijn video's. En dan ben ik eigenlijk een heel ander persoon soms. En dat is voor sommige mensen best wel raar die mij alleen kennen van YouTube. Op YouTube, het is allemaal gewoon net eventjes iets anders hoe je bent. Ik ben gewoon 100 keer drukker op YouTube, dat merk ik vaak. Maar om terug te komen op dat verdriet, er is... Ja. Het is moeilijk. Ik wil het niet uitleggen over wat er precies gebeurd is, maar we hebben allemaal natuurlijk wel eens verdriet om iemand die overleden is, verdriet om iemand die gaat overlijden, verdriet om iemand die je verloren bent, dus dat is eigenlijk precies hetzelfde, of liefdesverdriet. Ja. En een van die dingen, of nou ja, eigenlijk meerdere dingen daarvan, kwamen dus allemaal op mij af. En dat kon ik eventjes niet meer hebben. En toen zat ik er gewoon eventjes doorheen. En had ik het gewoon even heel kut. En ik weet dat er mensen zijn die het veel zwaarder hebben en die echt
in depressie zitten of weet ik veel wat, maar we hebben het allemaal wel eens, gewoon een dipje. En dat je gewoon eventjes helemaal nergens meer zin in hebt en dat je gewoon niks kan doen. Ik kan er nu weer tegenaan, ik probeer er weer een beetje bovenop te komen en gewoon eventjes alle dingetjes weer op een rijtje te zetten. En te denken van, oké, dit moet ik wel doen en dat moet ik niet doen, maar het is moeilijk. Ik wil eigenlijk best wel weten, als jij een verhaal hebt, vertel het aan iemand. Laat het hier achter in de comments, wat dan ook. Of zorg ervoor dat je er met iemand over kan praten en dat iemand je begrijpt en je ermee kan helpen. Want ik moet eerlijk zeggen, het is wel fijn als mensen je begrijpen of dat je je probleem kan delen met iemand. Of dat iemand je er dus mee kan steunen. Want dat helpt. Dat helpt echt heel goed. Maar er gebeuren dus wat dingen die bij iedereen wel kunnen gebeuren bij mij de laatste tijd. En om alles ineens eventjes op je af te laten komen en ook echt gewoon tot je door te laten dringen. Ja, dat kan je breken. En dat gebeurde dus eventjes. In ieder geval, ik hoop dat je deze video een beetje begreep. Dus wat er aan de hand is. Als jij een verhaal hebt, laat het dus achter. Je kan alles kwijt. Misschien reageer ik wel. Zou kunnen als ik het lees. Ik lees heel vaak de comments. Maar, wow, nu sta ik ineens heel ver weg en nu sta ik weer dichtbij. Dat wilde ik dus eventjes zeggen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Ik ga er weer hard tegenaan. En ik moet even zeggen, ik heb echt fucking veel zin in het nieuwe album van Lil Kleine. Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Maar je komt binnen met mijn niggas en mijn billen gebruikt. Oh, shit! Boom Lau! Dat was Boom Lau! Het is echt een heel vet liedje, maar dat komt er allemaal aan. Ja, sorry, ik kijk ook naar dingen uit, ja? Ik wil jullie nogmaals voor het kijken naar deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Dat zei ik net al, dus doei!